Kitty, let's go. Goed zitten we. Goed, dit is knap. Vier studenten van de opleiding Diergezondheid en Management van de Eres Hogeschool in Dronten wonen samen met vier hulphonden. De meiden verblijven een jaar lang in een speciaal ingericht huis bij de school. Ze verzorgen en trainen de hulphonden. Ze hebben eerst een jaar in een gastgezin gezeten. En normaal gaan ze dan naar een opleidingscentrum. En wij zijn eigenlijk een stukje, een tussenstapje om te kijken wat het verschil is tussen de honden die naar het opleidingscentrum gaan. En tussen deze honden die eigenlijk worden gehouden in een huiselijke situatie. De Eres Hogeschool en Stichting Hulphond Nederland zijn voor het project de samenwerking aangegaan. Nou, het voordeel is dat wij een setting hier creëren waarin we kunnen uitproberen, testen. Dat doen we binnen een gecontroleerde sfeer. Hè. Dus er is begeleiding van docenten en vanuit Eres. En ja, dat geeft ons de mogelijkheid om dat te doen zonder meteen hele grote aanpassingen door te voeren binnen je organisatie. Goed zo. En wat we willen doen met het huis is om te kijken, is er een goed alternatief ten opzichte van het opleidingscentrum wat we al hebben in Herpen. Deze vier labradors blijven een aantal maanden en gaan dan door naar het opleidingscentrum. Dan komen er weer vier nieuwe honden in het huis. De studenten hebben een duidelijk dagritme. Alles staat in het teken van de viervoeters. We staan rond een uurtje of zeven op. Dan gaan we de honden uitlaten. We hebben hier voor een heel groot bos waar ze lekker kunnen lopen. Het is ook belangrijk dat de honden veel beweging krijgen en dat ze ook los kunnen lopen. Zodat ze lekker hun ding kunnen doen. Dan gaan we naar school. De meeste honden gaan mee naar school. Vaak brengen we ze dan in de middag naar huis, omdat het anders een hele lange dag wordt. Dan gaan we naar huis, dan gaan we weer de hondjes uitlaten, eten, honden uitlaten. En dan gaan we slapen en dan begint het weer opnieuw. Tibbe, zit. Kitty, zit. Wait. Release. De training bestaat uit het versterken van commando's. De derdejaarsstudenten zijn blij dat ze dit traject als onderdeel van hun studie kunnen doen. Ja, superleuk. Ja, het is een hele ervaring die je opdoet. En het is een unieke kans die wij hebben gekregen. Ja. En die we graag wilden aanpakken. Dus het is echt een hele leuke kans. Kitty! Goed zo, jongen. Dat is knap.